En om ondernemende vrouwen te stimuleren heeft Anijs Middellijn voor de derde keer de Uma Talenti Beurs in het Palu-gebouw georganiseerd. ATV-reporter Aranza Swedo maakte voor u het volgende verslag. Vandaag is de Uma Talenti Beurs gehouden voor de derde keer in het Palu-gebouw. Dus zijn we vandaag hier om te praten met de initiatiefnemer waarom het belangrijk was deze beurs te organiseren. Ik vond het belangrijk om het te organiseren. Omdat er vele vrouwen zijn, vele mensen, maar ook veel vrouwen zijn die talent hebben. En ze doen er niet zoveel mee. Maar bij mij gaat het erom in deze dure tijd, in deze moeilijke tijd. Gebruik wat je hebt. Zet dat talent, daar gaat het bij mij om, zet dat talent dat je hebt, zet het om in winst. Dus eigenlijk verdien geld met je talent. Want we hebben allemaal talent gehad van God. En als je talent gebruikt, dan gaat het vermeerderen. Dan kan je het vermeerderen, dan wordt het vermeerderd, sowieso. En je kan met je talent kan je heel ver komen. En als je talent gebruikt, met talent kom je heel ver. Maar wanneer je een theoretische onderbouwing hebt, dan gaat het dak voor je open. Begrijp je? Dus zo, dat is eigenlijk mijn werkwijze. Ik wil niet alleen helpen, geef de persoon niet alleen een vis, maar leer de persoon ook hengelen. De deelname aan de beurs was toegankelijk voor alle ondernemende vrouwen. Sintja Sital, kapster van Precious Touch Haircare, stelt dit initiatief op prijs en moedigt overige ondernemers aan mee te doen aan de volgende beurs. Ik vind het heel goed, omdat er veel vrouwen zijn, of nou vrouwen en mannen, die iets zelf doen, maar niet echt naar buiten komen. Dus ik vind het wel heel goed dat zoiets georganiseerd is, zodat we onze talent echt naar buiten kunnen laten komen. Als je iets doet, bak je, kook je, maakt niet uit wat je doet. Maar als je iets doet waaraan je eerlijk aan je geld kan komen, kan je graag meedoen aan zo'n beurs. Want er komen wel mensen om te kopen. Abigail Clark, manager Puri Juice and More, en Samantha Bouters, eigenaar van Mixie Cocktails, stellen dat door de economische situatie creativiteit het hulpmiddel is. Je zou out of the box moeten denken, zodat je onderneming blijft groeien, stellen Bouters en Clark. Iedereen heeft een talent. God heeft ons allemaal geschapen met dat talent. En hou het niet voor jezelf. Kijk wat je ermee kan doen om toch wel iets te verdienen. Kijk hoe je jezelf kan gaan inzetten, professioneel te werk kan gaan om toch wel een product op de markt te zetten. Als we meer gaan produceren, komt het alleen maar ten goede van het land. En daarmee kunnen we ook helpen om uit deze situatie te komen. Dus zet je talent in. We kunnen het allemaal. Creativiteit is heel erg belangrijk in deze periode. Eigenlijk als er iets gebeurt waarop je niet had gerekend in je planning. Bijvoorbeeld net zoals COVID-19 plotseling zo kwam en heel veel bedrijven in paniek waren. Nu is het de economische situatie. Dan moet je out of the box gaan denken. Eten en drinken zijn dingen die ons nooit mogen ontbreken. Dus ook al heb je het niet zo breed, ga je toch nog moeite doen om jezelf te voorzien van iets te eten, iets lekkers te drinken. Dus daarom dat wij ook hebben gekozen om in deze branche te gaan investeren. En steeds creatief zijn om te gaan inspelen op wat wel kan. In plaats van te kijken wat niet kan in deze periode. Sowieso creativiteit. En het is goed als je gaat samenwerken, een beetje gaat lobbyen, kijken met wie je samen kan werken om een beetje goedkoper vanaf te komen. Eigenlijk op die manier te gaan investeren in je bedrijf. En dat kan maken dat je dus eigenlijk veel meer klanten krijgt, waardoor je zo makkelijk andere mensen leert kennen om een beetje te helpen om uit die economische situatie te komen. U heeft het gehoord van mevrouw Anijs Middellijn. Deze beurs is speciaal gehouden voor de vrouwelijke ondernemers om ze eigenlijk bewust te maken om hun talenten om te zetten eigenlijk in een bron van inkomen. We wensen er heel veel succes toe en we kijken natuurlijk uit naar de volgende beurs.